Een groep ME'ers is woensdagmorgen op zoek gegaan naar sporen rondom de villa in Millingen, waar vrijdagavond een gezin urenlang werd gegijzeld. De politie is op zoek naar sporen van de 4 gemaskerde mannen die vrijdag het huis binnenvielen. Uiteindelijk schoten ze de bewoner van het huis neer. Ze zijn aan het zoeken in verband met de woningoverval die afgelopen vrijdag hier heeft plaatsgevonden. Uiteraard hebben wij in het weekend, heeft onze technische recherche al onderzoek verricht in en rond de woning. Deze zoektocht is eigenlijk een uitbreiding van het eerdere zoekwerk. Waar zijn ze naar op zoek? Dat zou van alles kunnen zijn. Wellicht dat er sporen te vinden zijn die te maken hebben met de overval of met de overvallers. Dat die wellicht op hun weg naar vertrek hier iets hebben achtergelaten. Al het mogelijke dat verband zou kunnen houden met deze overval, wordt hier naar gezocht. Afgelopen weekend werd er aan de woning aan de Zeelandse straat een hennepplantage opgeruimd. Netwerkbedrijf Alliander liet weten dat ze daar zaterdag aan bezig was, omdat voor de kwekerij illegaal stroom werd afgetapt. Er is ook hennep gevonden, heb ik begrepen. Kan het dat ook zijn? Daar wordt niet naar gezocht door deze mensen. Maar de energiemaatschappij heeft aangegeven dat zij hier zaterdag waren vanwege een hennepkwekerij. Het zou dus logisch zijn dat jullie daar dan ook naar op zoek zijn. Wat wij inmiddels naar buiten hebben gebracht is dat wij hennep hebben aangetroffen op dit adres. En in het belang van het onderzoek kan ik daar niet verder informatie over geven. De bewoner van het huis in Millingen is inmiddels ontslagen uit het ziekenhuis. Naar omstandigheden maakt hij het redelijk. Uiteraard is het natuurlijk een heel traumatische ervaring om in je eigen woning overvallen te worden voor dat gezin. Maar goed, naar omstandigheden gaat het hem en zijn gezin redelijk.